Kutland. 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 Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant waardering voor de initiatiefnemers. Ik heb van heel dichtbij gezien hoe hard het werken is. En, goed. Voorzitter, ik ben blij. Nou ja, blij is niet het goede woord. Want het is natuurlijk heel naar wat de aanleidingen constant zijn dat we hier staan. Ongelukken, schade aan de natuur, milieu en dergelijke. Dus goed dat we hier eindelijk staan. Want de jaarwisseling is niet voor iedereen een feest. Trap. Dus niet. Kutland. Heel veel respect daar. Ja, ik maak jouw koen kapot. Nee, niet weer. Iets wat al te vaak wordt vergeten. Wow. Want in Nederland wordt geweld tegen hulpverleners, vandalisme en schade aan mens, dier en natuur als acceptabel beschouwd. Dat zou absoluut niet zo mogen zijn. Te lang hebben verstoringen van openbare orde plaatsgevonden. En misschien treedt dan te veel gewenning op. Volgens sommigen hoort het er namelijk allemaal bij en valt het wel mee. Maar in het buitenland, voorzitter, wordt zelfs gewaarschuwd voor de Nederlandse jaarwisseling. Trap. Dus niet in. Maar in het buitenland, voorzitter, wordt zelfs gewaarschuwd voor de Nederlandse jaarwisseling. Iets wat al te vaak wordt vergeten. Want in Nederland wordt geweld tegen hulpverleners, vandalisme en schade aan mens, dier en natuur als acceptabel beschouwd. Dat zou absoluut niet zo mogen zijn. Te lang hebben verstoringen van openbare orde plaatsgevonden. En misschien treedt dan te veel gewenning op. Volgens sommigen hoort het er namelijk allemaal bij en valt het wel mee. Er circuleert zelfs een overlevingsgids voor toeristen. Wordt vergeten. Voorzitter, als u mij dan vraagt, waar is het feestje? De jaarwisseling is niet voor iedereen een feest. Kleine vuurwerk, wat we dan nog over hebben. Er circuleert zelfs een overlevingsgids voor toeristen. Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Dank u wel. Ik was wel even nieuw naar die overlevingsgids. Staat daar een overlevingsgids in voor sierpotten? Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Mevrouw Van der Plassen. Kutland. Dank u wel. Een interruptie van mevrouw Van der Plassen, BBB. Mevrouw Van der Plassen. Kutland. Dank u wel. Kutland. Dat mensen de sierpotten overleven, of wat staat er precies in die gids? Dank u wel, voorzitter. Er werd vandaag gesproken over Nederlandse tradities en hoe belangrijk die zijn. En mijn punt met die overlevingsgids gaat specifiek over het feit dat in het buitenland juist met andere ogen naar dit vuurwerk wordt gekeken en juist wordt gezien als gevaar. Trap er dus niet in. En of het nou heel specifiek gaat over de sierpotten, dat weet ik niet. Bier! Nou ja, het vuurwerk aan zich niet. Het gedrag van mensen. In het hele land niet meer zelf vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Dat wil een goed politici.
Dat wil een groep politici. Een grote groep Nederlanders is oud en nieuw helemaal geen leuk feest. Trap dus niet in. Mensen met huisdieren die volstrekt in paniek raken door het geknal, door het gefluit, door het gesis van vuurwerk. Maar ook voor agenten, de brandweer, ambulancepersoneel. Want ieder jaar raken er honderden mensen gewond door vuurwerk. Ja. Geen prettig kutland. Ja, wissel. Ja. Geen prettige jaarwisseling. Maar voor zo'n landelijk verbod er kan komen, moet meer dan de helft van de politici in de Tweede Kamer het ermee eens zijn. Niks! Hoppa! Laat je likken. 2 jaar geleden, strenge winter met schaatsen, belanden er in 1 weekend 50.000 mensen in het ziekenhuis. Dus ik denk ook niet dat we schaatsen moeten gaan verbieden. Laat je likken. En volgens sommige politici gaat zo'n verbod niet werken. En Nederlanders willen vuurwerk blijven afsteken. En ze zijn ook bereid om dit gewoon illegaal te importeren. En dat? Is niet zo. Ja, uit het buitenland halen dus. Dat gebeurde afgelopen oud en nieuw al. Kutland. Toen stonden er lange rijen bij de vuurwerkwinkels in België. Kutland. Kom uit Utrecht. 030. Anderhalf uur gereden. Dat heb ik er wel voor over. Hoe lang heb je gewacht? Kutland. Ja, het is wel lang, maar ik vind het wel waard, want ik vind vuurwerk wel leuk. Verbod. Verbod. Maar de kans is dus heel erg klein dat dat er komt. In sommige steden is het al wel verboden, maar volgende week wordt er officieel gestemd over een vuurwerkverbod in het hele land. Trap er dus niet in. Vuurwerk.
vuurwerk. Vuurwerk. Lekker jongens, voor jullie kankerstaaf. Vuurwerk. 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 Ja, voorzitter, ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje aan het zoeken ben naar wat de vraag hier precies is of was. Want wat ik zojuist ook in mijn betoog probeerde aan te geven is dat enerzijds mensen direct gevaar voor klimaat. De collega van Partij voor de Dieren gaf ook al aan wat het doet met dieren. En wat ons betreft is de maatschappelijke schade zo groot. Trap niet in. Dat de kleine groep die dat dan verpest voor de rest, dat niet zou moeten doen. Want wat ik zojuist ook in mijn betoog probeerde aan te geven. Dank u wel, voorzitter. Ik was bij de hulpdiensten. Is dat. En nou ja, goed. Vanuit mijn fractie veel dank en waardering voor de politie, de brandweer, de ambulance en de spoedeisende hulp die elk jaar onder extreme omstandigheden hun best doen om de openbare orde te bewaken en de veiligheid voor ons allemaal te garanderen. Maar voorzitter, waardering en dank uitspreken is niet genoeg. Ik moet denken aan de tijden van corona waarin vaak werd gesteld dat het klappen voor onze mensen niet genoeg is. Laten we dus ook echt iets doen. We kunnen niet accepteren dat intimidatie en agressie, waarmee deze mensen bijna dagelijks geconfronteerd worden, op jaarlijkse basis versterkt worden met explosieven. Laten we nou eens een keer luisteren naar de mensen die ons veilig houden. It's still going up. Hoe kunnen we met droge ogen beweren dat we onze hulpverleners waarderen als we niet eens bereid zijn om deze ene nacht draaglijker te maken? Een warzone, horrornacht en vernielzucht. Dat zijn woorden die deze groepen gebruiken om deze nacht uit te drukken. Kutland. Toch is het wel een traditie die er de afgelopen jaren is ontstaan. Kutland.